goede primer is heel belangrijk, want dan blijft je make-up veel beter zitten. Hè? Zoals dat je misschien wel weet. Ah ja, en dan ga ik door met foundation. Een stichting? Een concealer. En dan poedert je dat af. Huh? Dat hoort erbij. Ja, ja. En dan een beetje bronzer, een beetje blush, een beetje highlighter, wenkbrauwpoeder. Ja, wat peper, wat zout. Mascara, oogschaduw, ja. Eyeliner, lipstick. Zeg, en dat is al? Dat is zo een dagelijkse look. Silke Uitschoten heeft van haar dagelijkse look haar vak gemaakt. Hallo iedereen. We gaan vandaag ons leer opmaken. En we gaan direct beginnen met de ogen. Naast bloggen heb ik ook nog mijn eigen zaak. Samen met Miek geef ik workshops over make-up en haar. We gaan voor een heel simpele look die je zowel overdag als 's avonds kunt dragen. En we beginnen daarvoor met deze kleurtje. En dan gaan we het aanbrengen op ons ooglid. Dan mogen jullie dat nu zelf doen. Maak jullie zelf mooi. En als het niet onmiddellijk lukt, dan komt Silke nog wat extra coachen. Je mag iets meer indeppende bewegingen aanbrengen. Dat is beter. Wat voor make-up look ga je aan doen voor komen eten? Goh, ik weet het nog niet zo goed. Ik was aan het denken aan een wing, maar dat is zo moeilijk. En als dat mislukt, dan ga ik misschien te laat zijn en zo. Dus... Ik denk dat een look echt wel een supergoeie troef is voor komen eten. Oh, dat is zo lief. Ja. En super spontaan ook. Dus ik heb daar wel het valse vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Als nu dat eten nog goed is? Ja, dat is nog maar de vraag.